Een van mijn uh, grootste wensen, toen ik uh, vorig jaar bij uh, het Radboud UMC kon werken, was dat ik één keer de Grand Round mocht aankondigen. <laughs> en Joost, sorry, vandaag is dat het geval. Uh, en uh, bij die aankondiging hoort ook een beetje het lichten van de doopzeel van de spreker. Dus dat ga ik nu doen. Joop, uh, en corrigeer uh, het, Joost, corrigeer me als ik het uh, verkeerd zeg. Je bent geboren in 1976 in Gouda. Een begnadigd sporter bij een verkeerde club. <laughs> Volgens mij was je tussen je 14e en de 18e. zat je in het uh, voetbalklasje van Vitesse. Uh, en het scheelt niet veel of je een echte voetbalcarrière was uh, begonnen. Naast dat voetballen klim je bergen, duik je. ...zeil je, loop je marathons... ...heb je de amateur Amstel Gold Race volgens mij gefietst... Uh, ...kortom volgens mij alle topsporten die er zo wat te bedenken zijn... ...heb je in je leven heb je uitgevoerd. Um, je hebt een kliniek gestart in Ghana, heb je een jaar gewoond... Um, ...en in die periode heb je je echt je hart en je ziel gegeven... ...om die kliniek daar uh, op te richten. Geweldige uh, een geweldige taak die je, hebt, uh, die je daar hebt gehad. En daar moet je volgens mij ontzettend trots op uh, zijn. En je bent met een vriend, met een hele oude landrover, door de Sahara heen uh, gereden. Wat volgens mij een heel spannende reis is, uh, is geweest. Maar voor alles ben je arts-microbioloog. En ben je een jaar of tien zit je bij ons in huis. Uh, en heb je ongelooflijk veel gedaan. Ik denk dat jij echt onderscheidend bent. Als het gaat over de hygiëne, infectiepreventie. En ben jij voorzitter van een ziekenhuis, infectiecommissie. En dat doe je ook in Boksmere, daar heb, heb je diezelfde rol. Je bent in de tijd van de uh, outbreak van de ebola, ben je echt gezaghebbend aanwezig geweest. En je hebt een aantal maanden zelfs in uh, Genève bij de WHO gewerkt. Elke week uh, was je daar wel een, uh, was je wel een dag. En om die internationale profiel voor jou nog verder uit te breiden, ben je volgens mij sinds het voorjaar ben je senior lecturer aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Dat is nou wat wij noemen een significant impact on healthcare. Internationaal heb je je ook echt geprofileerd. En in huis denk ik dat je de afgelopen periode ook heel actief bent geweest in Breaking the Walls het initiatief om onze patiëntenzorglabs. Uh, aan de voorkant, aan de front office met elkaar te organiseren. Joost, een uh, ongelooflijk indrukwekkend cv. En dat is niet ongemerkt gebleven. Uh, het is uitgelekt bij de raad van bestuur, uh, maar vooral ook bij de commissie die de toekenning van onze radbouwpenning uh, heeft uh, voorgezeten onder leiding van Harry Mares. Sinds 1981 zijn we daarmee begonnen. En een van de voorgangers waar we zijn begonnen met de zusters onder de bogen. En jij bent denk ik na zoveel jaar een van de trotse volgers van dat initiatief. En in 2013 hebben wij dat initiatief verbreed. En hebben wij de penning we jaarlijks uit aan mensen met een lange staat van dienst. Maar ook young potentials. En mensen met een ongelooflijke toekomst nog in de zorg. En dat is voor de commissie is dat aanleiding geweest om dit jaar die prijs aan jou... Uit te delen. Ik heb in uh, mijn vorige baan in Den Haag heb ik een aantal uh, ridderorders uit mogen delen en dan zeiden wij: Het heeft Hare Majesteit behaagd om jou die prijs uit te rekenen. Joost, het heeft het Radboud UMC behaagd om jou de Radboudpenning 2016 uit te delen. En dat ga ik nu aan je doen. Ja. En ik denk dat het een echte verrassing voor je is. En meestal zeggen we het van tevoren, maar dit keer dachten we: laten we eens een experiment doen en laten we gewoon eens de verrassing compleet maken. Gefeliciteerd. Ja, en dan denk ik uh, na dit moment uh, dat ik eerst je de oorkonde ga aanbieden, Joost, en daarna denk ik dat ik jou de vloer geef om over allemaal beestjes te praten. Alsjeblieft. Dank je wel. Nou, het is een, uh, inderdaad een hele grote verrassing. Meerdere uh, redenen. Er kwamen opeens mensen de zaal in die ik hier ook niet had verwacht. Zoals mijn kinderen en mijn vrouw en familie. Um, het voelt als een warm bad, eerlijk gezegd. Uh, met uh, heel veel bekende uh, collega's en, uh, en, en vrienden hier. Uh. Ik ben erg trots dat ik hier dit verhaal mag houden. Vandaag wil ik het inderdaad hebben over de invloed van gedrag, infrastructuur en uh, ziekenhuisdesign. Op de verspreiding van micro-organismen. Um, ik wil eigenlijk beginnen met uh, een dankwoord en er niet mee eindigen, um, want infectiepreventie dat doe je echt niet alleen en dat doen we met z'n allen uh, met het hele Radboud, um, maar zeker ook met de afdeling Medische microbiologie, met, uh, met uh, de HIP, met mijn eigen groep en nog heel veel andere sleutelfiguren um, zowel hier in het Radboud um, als ook daarbuiten internationaal. Um, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar één persoon wil ik wel even noemen: dat is Andreas Vos, die toch mijn mentor in de infectiepreventie is. En ik ben ook blij dat hij hier aanwezig is. Um, waarom sta ik hier? Um, vanwege de echte grote toename in resistentie. Um, ik ben er, um, de, de, ook erg blij dat ik ben uitgekozen als International Ambassador voor de SHAE voor dit jaar. Um, dat zijn een aantal, een lijstje met uh, mensen die wereldwijd zijn uitgekozen. Uh, er zaten twee, uh, twee delegates uit, uh, uit China bij. Dus het lijkt me wel aardig om aan hen te vragen uh, um, om hun recente data van resistentie uh, naar ons toe te sturen. Om dat met jullie te delen. Dus dat heb ik twee weken geleden gedaan. Toen stuurden ze mij een, een heel document, Chinees document op met een, een zinnetje erbij. Dat kan je vast wel lezen en zo niet, dan kan je naar Google Translate. Ja. Um, dus um, ik heb me geconcentreerd op de, op de figuren. We gaan niet in detail, maar de, um, wat u ziet hier bovenaan, uh, daar wil ik me even op concentreren. Dat is een E. coli, de meest voorkomende darmbacterie uh, die we bij ons dagen allemaal. En die is in China in uh, 60% van de gevallen resistent. Voor eigenlijk het breed spectrum antibiotica, cevelus, per uh, Wat we heel veel gebruiken, ook hier in het ziekenhuis. Daarnaast heb ik dan um, de recente data van Europa neergezet um, tot 2014. Um, waarbij Nederland op plek 4 staat. Dus echt, uh, natuurlijk, we hebben hier, we hebben heel weinig resistentie. Um, voor diezelfde E. coli, voor diezelfde antibiotica. Maar u ziet denk ik het grote verschil um, um, in resistentie. En wat mij dan gelijk triggert is die ontzettende massa. Want wat u net heeft gezien in China, dat is data van uh, 1,2 miljard mensen met 1400 ziekenhuizen. Dus dat is heel veel resistentie die daar in de populatie zit. Um, ja, waar begon het bij mij allemaal? Er werd er net al even naar gerefereerd. Als echt wel een verrassing, ik wou je dit plaatje laten zien. Ik heb hier uh, iedere ochtend uh, van kunnen genieten samen met uh, een uh, vriend uh, waarmee ik mee een eigen stichting had opgericht om een uh, kliniek op te richten. Uh, ik heb daar gezet, gezeten dus met Alvin Schadeberg uh, en met Teun Bousema, die ook hier in het Radboud werkzaam is. Die heeft uh, samen met mij uh, daar uh, een half jaar ook op, uh, of meer dan een half jaar op, uh, op die berg gewoond. Um, en dat hebben we kunnen overdragen. En daar begon bij mij het grote avontuur eigenlijk uh, alweer 18 jaar geleden: hoe je een ziekenhuis moet opzetten en wat een fatsoenlijke infrastructuur eigenlijk is. Hier werk ik nu. Um, en uh, ik ben ook gelukkig dat ik in het uh, Tijgenberg Ziekenhuis in uh, Zuid-Afrika uh, um, ieder jaar weer mag lesgeven. Um, voor de microbiologen en de microbiologisch onderlegden in de zaal is dit gesneden kost. Dit zijn allemaal micro-organismen waar wij eigenlijk mee te maken hebben, dagelijks. Maar wij konden, het varieert ontzettend. En wat we niet konden vermoeden, bijvoorbeeld vijf jaar geleden, is dat Ebola, staat hier ook in het lijstje, dat we daar zo ongelooflijk druk mee zijn geweest in de afgelopen jaren. En het spannende aan de microbiologie is, is dat we echt niet weten wat komend jaar ons gaat brengen. Of wat wij over een jaar, als we hier weer zouden samenkomen, waar wij dan mee bezig zijn geweest. En waarschijnlijk is het of iets wat hierop staat, maar wat heel resistent is uh, geworden. Um, of er is er weer een nieuw microorganisme waar we ook onze uh, zorg op moeten aanpassen. En alle interventies die we eigenlijk doen, um, die focussen voor een heel uh, groot deel op gedrag. Um, is ook goed, daar uh, kan je veel uh, uh, succes mee boeken. Daar zal ik zo meteen wat voorbeelden van laten zien. Maar in mijn optiek moeten we ook echt veel meer aandacht gaan besteden aan de infrastructuur van onze ziekenhuizen. Um, en die weegschaal echt een beetje meer in balans krijgen. Um, en dat is eigenlijk waar ik de komende tijd op wil focussen. Um, een paar weken geleden waren we in dezezelfde tuinzaal bijeen voor het OK-complex OK en hoe de, uh, de, de snijdende zorg we maar zeggen vorm te geven de komende tijd. Er was een heel uh, mooi plaatje. Die heb ik hier niet, laat ik hier niet zien. Dat is een grafiek waarbij de uh, luchtvaartindustrie, de zorg en klimmers zijn uitgezet in dezelfde grafiek. En het gaat over mortaliteit. Uh, ik kan u voorspellen dat de luchtvaart het, het meest veilige is dan de zorg als tweede op de, op, de, op de figuur. En klimmers die doen, komen het er niet zo goed uh, af. Um, ik heb dit plaatje zelf gemaakt uh, toen ik aan de tafelbergen ging. Um, en mijn gedachte was eigenlijk toen ik dat, een paar weken geleden dat verhaal hoorde. Um, dat we misschien wat minder op de luchtvaart moeten richten, maar wat meer op klimmers. Want ik kan je echt verzekeren dat er geen klimmer begint uh, met zijn route als hij niet echt goed getraind is, de juiste materialen heeft en weet waar hij het over heeft. Um, deze slogan uh, of motto, uh, daar gaan wij de komende jaren ons uh, hard voor maken. En ik kan hem alleen maar omarmen, want hij is eigenlijk ook een samenvatting van de infectiepreventie. Um, less bricks, more ICT and changing behavior. Ik zou hem alleen wat willen veranderen. Um, ik zou de, 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 hierbij ook mee willen nemen: de veiligheid in onze ziekenhuizen. Um, en niet alleen naar kleinere ziekenhuizen gaan, maar ook echt veiligere ziekenhuizen. Dan het gedrag. Um. Gedrag komt op een aantal verschillende aspecten komt dat naar voren. Handhygiëne is echt een, een klassieker, uh, daar ga ik zo meteen verder op in. Maar we hebben ook te maken met isolatiemaatregelen, um, basismaatregelen, maar ook reiniging en desinfectie. En weet iedereen eigenlijk nou wel wat hij moet doen met die reiniging en desinfectie? En als we het weten en er fatsoenlijke protocollen voor hebben, houdt iedereen zich er vervolgens aan. Um, Klinkt misschien heel ver weg, uh, uh, zullen we zeggen, van de dagelijkse praktijk voor u als u hier in de zaal zit. Maar ik kan u verzekeren dat het echt directe klinische implicaties heeft. Worden we wekelijks mee geconfronteerd hier in het ziekenhuis met vergaande consequenties. Um, dan handtestinfectie. Um, ik heb uh, vorige week naar uh, uh, een. Uh, uh, Eigenlijk als voorstel ook van Jan Kramer hebben we gezegd van zullen we um, nog nog um, wat extra aandacht aan besteden in de vorm van mensen confronteren met, ook met handhygiëne. Dus wij zijn, vorige week hebben wij voor het restaurant gestaan en heb ik een klein experiment uh, met uh, mensen uit mijn groep gedaan. Hebben we gewoon gevraagd van god um, als jij naar het restaurant als je binnenkomt vind je het goed als we even je handen kweken um, voor desinfectie en na desinfectie. Um, en vervolgens hebben we die aggerplaten die geïncubeerd en Leo Ummels heeft daar vervolgens twee dagen later foto's van gemaakt. Dat zijn de agarplaten die u hier ziet. Deze zijn in een volle goorde een beetje gerangschikt. Ik weet niet of jullie het nu kunnen zien welke gecontamineerd zijn of niet. Dus ik dacht, laat ik jullie even helpen. Maar er is een heel duidelijk, dus ook voor de mensen die het restaurant in gaan, maar dit geldt natuurlijk ook in de dagelijkse praktijk aan bed. Um, de handen zijn echt gecontamineerd, ook als je denkt dat ze relatief schoon zijn. Ik neem aan dat mensen een broodje gaan eten dat, terwijl ze denken dat ze schone handen hebben. Maar de handen zijn echt zwaar gecontamineerd. Um, we hebben een hele intensieve handhygiënecampagne achter de rug. Um, ook uitermate succesvol, denk ik. Ik denk, Kati kan aankijken en zeggen dat we daar behoorlijk trots op zijn. We hebben de WHO gevolgd, um, multimodale campagne gevoerd. En die is gebaseerd op de vijf momenten van handdesinfectie. Die voeren we op iedere klinische afdeling hier in het ziekenhuis uit. En ook op de polyklinieken volgen we dit grotendeels. En het is echt een. Het is een we hebben het, dus de WO, de standaardstrategie gevolgd. Maar we hebben het anders gedaan. Ik, ben, ik was twee, drie maanden geleden uitgenodigd in het Erasmus. Um, daar hebben ze voor de hele Rijnmondgebied, uh, hebben ze voor tien ziekenhuizen een soortgelijk project. En daar hebben ze grote moeilijkheden eigenlijk ook om daar die verbetering door te voeren. Dus ik heb daar ons verhaal uh, ge, gehouden. Um, en er waren een aantal hele wezenlijke verschillen eigenlijk die wij uh, hier wel hebben doorgevoerd en die ze daar niet hebben. En dat begon eigenlijk al helemaal bij het begin van hoe is dat project tot stand gekomen. In dit huis heeft de raad van bestuur gezegd tegen IQ Healthcare en tegen mijn eigen groep: kunnen jullie met een plan komen. waarbij we, we zeggen, in de volle breedte handhygiëne willen doorvoeren in ziekenhuizen. Dus dat is een initiatief geweest van de raad van bestuur, met volledige backing ook van de raad van bestuur. En dat is eigenlijk door het hele project heen doorgegaan. En dat is echt een heel erg groot verschil met hoe het in de meeste andere ziekenhuizen gedaan wordt. Um, vervolgens hebben wij die campagne gemaakt en we hebben bedacht laten we het zo maatwerk mogelijk maken, um, waarbij we eigenlijk uh, geen overlap wilden hebben met bestaande protocollenrechten. Um, hebben we hebben er twee eigenlijk varianten gemaakt, A en B. A was eigenlijk een heel simpel, een uh, drielag. Je, um, je moest de infrastructuur op orde hebben. We gingen educatie verzorgen. Dus ik heb aan alle staven uh, in het ziekenhuis les gegeven. Mike Nils heeft aan alle verpleegkundigen les gegeven. Um, om ook zeker te weten dat iedereen echt weet wat hij moet doen. Want ik denk dat dat echt een, een, een aanname is die we met z'n allen doen. Maar ik denk dat heel vaak mensen niet echt weten waarom ze iets moeten doen. Um, en vervolgens zijn we gaan meten die handdesinfectie en feedback gaan geven. En ook dat laatste, die feedback geven, is iets wat wij doen. En wat in bijna alle, uh, of in heel veel huizen, zeker in Nederland, wordt dat niet gedaan. En dat is ook echt een van de succesfactoren van onze campagne, denk ik. Um, nou ja, dan gebruiken we reminders. Dit is een reminder die ik in Sierra Leone tegenkwam. Ik heb nog nooit zo'n heftige reminder gehad. Ik zal zo meteen even wat verder terugkomen op, uh, op Sierra Leone. Uh, maar hier ziet u het overlijdingsbericht van een technician uit het microbiologisch lab, daar die overleden is door ebola. Direct naast de maatregelen die genomen hadden moeten worden. En ik dacht, ik dacht laat, misschien moeten we toch wat meer, in de, wat meer gaan confronteren, ook hier in het ziekenhuis. Uh, als we met over reminders hebben. Uh, we hebben een prachtige website in de lucht uh, met alle materialen erop, een mooie video gemaakt. Uh, alles klopte. Um, en de cijfers, die zijn echt iets ook waar we trots op mogen zijn als Radboud. Um, in 2011 uh, heb ik de eerste meting gedaan op vier afdelingen zaten we op 35 uh, Die heb ik hier niet afgebeeld en we zitten nu vrij steady uh, tussen de 70 en de 80 procent. Um, dus dat is echt iets denk ik waar we heel blij mee moeten zijn. Dus dat is gedrag. Um, omgeving. Wat is nou de relevantie van omgeving eigenlijk op ziekenhuisinfecties? Um, en wat doet ziekenhuisdesign ertoe? Uh, dit is de neonatologieafdeling van ons eigen ziekenhuis. Uh, valt eigenlijk meteen al op dat het één hele grote afdeling is. Uh, ik kijk Mark even aan. Mark Kok zit hier in de zaal. Daar hebben we vele gesprekken mee over hoe, uh, hoe we dit nou zouden kunnen oplossen. Uh, het ziet er op zich natuurlijk heel netjes uit, maar die, die ene grote ruimte, dat is iets waar je. Um, wat we even in het achterhoofd moeten houden. Dan neem ik je mee naar Haiti. Daar was ik een, uh, in begin januari door Artsen zonder Grenzen gevraagd om uh, een probleem wat ze daar hebben, om daar uh, wat te assisteren. Um, daar ziet u eigenlijk al gelijk de verschillen ook. Dat is ook één grote ruimte. Um, maar daar zijn de couveuses. Als je nu al kijkt, um, Harriet uh, Roggeveen, dat is de neonatoloog, uh, de lange dame aan de rechterkant die met mij mee was op de, op de trip. Um, die staat eigenlijk al tegen de volgende couveuse aan. Dus als je het nou hebt over infectiepreventie, is dat feitelijk onmogelijk in deze setting. En dat heeft echt alleen te maken met hoe we dan georganiseerd zijn op zo'n ogenblik. Nou, dan Zweden. Ik was uh, een jaar geleden naar het Karolinska-instituut gegaan om uh, te kijken hoe ze daar deden. Want ik hoorde dat het, dat het eigenlijk uh, de mooiste NICU was uh, die er was in de wereld. En ik moet zeggen, ik heb ook geen mooiere NICU gezien. Ik was erg onder de indruk. Uh, wat ze daar hebben gedaan is een ongelooflijke hoeveelheid vierkante meters. Dat is een, echt wel een groot verschil. Vervolgens hebben ze um, per um, couveuse, uh, zoals u ziet, um, waar je tegenaan kijkt, dat is eigenlijk één ruimte, die open ingang. Eén uh, ruimte waar dan uh, één kind ligt, met daarachter um, de familie voor de kamer. En de moeders en de vaders, die krijgen in Zweden betaald verlof voor een hele lange periode. Dus die leven ook daadwerkelijk op die NICU. Hele mooie vorm van partnership die daar is. Maar het is dus onmogelijk om van de ene couveuse naar de andere couveuse te gaan zonder daadwerkelijk eromheen te lopen en weer je handen te desinfecteren. Um, dit is een studie uh, daar werd ik vorige week op geattendeerd, uh, toen ik met uh, Andreas in uh, Wenen was. Um, we werden allebei van een fantastisch mooie uh, studie. Uh, dit is al een, wat ouder, uit 2000. Wat ze hebben gedaan. Zegt is echt fascinerend. Dan hebben ze een uh, bloemkoolmozaïekvirus Hebben ze uh, in neonatologie hebben ze op één telefoon gedaan. Om te kunnen aantonen, aantonen hoe snel. Die, uh, die verspreiding gaat. Echt fascinerend. Um, wat je aan de linkerkant dus ziet is um, een platte grondje van de NICU waar het is verricht. Ze hebben um, meerdere, uh, ze noemen dat pots, uh, maar dat zijn dus meerdere units met vier tot acht uh, couveuses naast elkaar. Ze hebben op één couveuse, op couveuse D, uh, hebben ze vervolgens op één telefoon dat virus aangebracht. En vervolgens hebben ze dus gekeken hoe snel verspreidt dat zich over onze hele NICU. Nou, erg vergelijkbaar met onze NICU natuurlijk. En bizar genoeg, echt binnen vier uur zat het al echt all over the place. Over die hele NICU uh, op in, bij alle verschillende couveuses, in de ruimte waar wordt gegeten, bij, in de kamer van de artsen, in de kamer van de verpleegkundigen. Werkelijk, overal werd het vandaan gehaald. Zo snel gaat die verspreiding. Als je dat in je achterhoofd houdt en dan weer even die plaatjes probeert naar boven te halen hoe wij dan werken, dan is op zich verspreiding niet heel onlogisch. Dan de IC's. We hebben een prachtige IC, daar ben ik ook echt heel blij mee dat we over zijn gegaan natuurlijk naar persoonskamer. Dat dus hebben echt fantastisch. Um, maar er zijn wel enige dingen op aan te merken. Um, dit is de um, uh, IC in Haiti, in hetzelfde ziekenhuis. Je ziet al gelijk, het is veel rommeliger, geen eenpersoonskamers, uh, veel kapotte spullen. Nabijheid van uh, steriele en niet steriele spullen. Um, en dit is dan in Kenia, waar ik vorig jaar uh, was: Kenyatta Hospital, het grootste ziekenhuis in Oost-Afrika. Um, echt een heel groot ziekenhuis. Um, waarbij er uh, ongeveer 1800 bedden zijn, maar waar continu 3000 patiënten zijn opgenomen. Dus dan kunt u ongeveer bedenken wat, hoe de zorg daar wordt verleend. Um, ook weer één hele grote ruimte met heel veel verspreiding. Um, en dit is Canada. Um, prachtig uh, op zich uh, mooie resultaten die ze daar boeken, maar wel een veel oudere IC met oudere spullen. Uh, daar kom ik zo meteen nog even op terug in een studie die we hebben gedaan. Ja, die IC. Ik zei net, ik ben trots op onze IC, maar er valt nog wel wat op aan te merken. Um, en dat is het volgende eigenlijk. Um, we hebben onderzoek gedaan naar persisterende bronnen op de IC. Um, en kwamen er eigenlijk achter, nadat we uh, verschillende problemen op onze eigen IC hadden, um, dat de, wa de wasbakken um, ertoe doen. En wel in die manier dat, dat die continu gecontamineerd zijn. En dat vanuit die wasbakken er overdracht plaatsvindt van bacteriën naar de patiënten. Um, moesten wij gelijk uh, uh, aan denken binnen de groep aan de, de cholera-handel die in, uh, in Londen uh, verwijderd werd waarna de cholera-uitbraak uh, verdween. Uh, dus toen hebben wij besloten samen met Hans van der Hoeven, de hoofd van de IC, uh, al hier, om alle wasbakken te verwijderen. Dan een onderwerp wat mij uh, toch aan het, uh, erg aan het hart gaat. Alhoewel, als ik mijn vrouw moet geloven, zou ik daar ook nog wat aan kunnen verbeteren. Maar dat is reiniging en desinfectie. Um, dit is Ghana. Um, een foto van Ghana, als u goed kijkt de bedden, dan kunt u eigenlijk op deze foto al zien dat de, eigenlijk alle bedden beschadigd zijn. En als je beschadigde materialen wil reinigen en desinfecteren, heb je sowieso een kansloos proces. Dit is Sierra Leone, zaten we ook met reiniging en desinfectie. Meerdere mensen in de bed. Op zich in dit geval heel logisch. Maar daar hadden we grote problemen om de juiste reiniging- en desinfectiematerialen op de plek te krijgen waar we ze nodig hadden. Uh, dus dat is een heel belangrijk item. En dan Kenia wederom. Dit is de orthopedieafdeling in Kenia aan de, aan de linkerkant. Um, u kunt zien dat daar nogal veel bedden in die ene ruimte staan. Um, daar hebben ze heel veel van dit soort zalen. En de gemiddelde opnameduur, ik was echt verbijsterd, pre-operatief, die is dus 36 dagen. Um, en wat er dus gebeurde is dat sommige mensen überhaupt niet meer geopereerd konden worden. Omdat er daar een grote uitbraak was op die afdeling. Uh, dus dat is best een groot verschil met orthopedieafdeling Radboud. Daar heb ik gisteren nog even een foto gemaakt. En er was één kamer leeg, dus daar heb ik maar de foto van genomen. Maar dat is een vrij ruime, uh, ruime setting natuurlijk. Alhoewel ook bij ons uh, hebben we verbeteringen doorgevoerd in het postoperatieve traject. Um, en dan met name in de wondzorg. Dus dan zie je, onze infrastructuur daar is heel aardig. Alleen onze processen uh, kunnen echt wel een stuk verbeteren. Um, nou, hoe evidence-based is dat nou allemaal? Uh, dit is een superleuke en mooie studie uh, die, waar Mark Bont ook aan heeft uh, bijgedragen, die in Utrecht uh, zit. Het is een VRE-uitbraak. Um, en hebben ze in de VRE-uitbraak hebben ze een interventiestudie gedaan. Hebben ze eerst reiniging en desinfectie geoptimaliseerd en vervolgens handhygiëne. En ze konden dus een reductie zien van, en een vermindering van de uitbraak door de reiniging en desinfectie. En de handhygiëne, die overigens heel matig was uitgevoerd qua compliance, maar gaf geen additioneel effect. Dus dat vind ik echt een fascinerende studie. En als het dan niet lukt, ja, hoe lang blijven dan eigenlijk die bacteriën in de omgeving? En dat kan echt tot maanden, zo niet tot een jaar zijn. Dus op het moment dat je reiniging-desinfectie niet goed is, hebben we met z'n allen echt een groot risico. Nou, dit zijn dan de oppervlakken waar we op ons moeten richten: Dus dat zijn toetsenborden, deurklinken, de monitor, de bedden. We hebben meegedaan aan een studie waarbij wij, het Europese centrum, waren en Canada, Amerika en Brazilië ook meededen. Ik laat alleen even nu de Nederlandse data zien, want het is nog niet gepubliceerd. Maar dat zijn dus die vijf high-touch services waarbij de toetsenborden echt massaal eruit springen als er gecontamineerd. Um, en ik denk dat iedereen hier in de zaal die in de zorg staat, die herkent dat wel. Dat we nu ook na invoering van Epic is dat ook dat proces heel anders geworden. Je bent met je patiënt bezig en vervolgens ga je even snel naar de toetsenborden en weer terug naar de patiënt. Uh, dus misschien is het hier tijd voor dat we ook echt een innovatieve oplossing voor een toetsenbord gaan verzinnen die we wel adequaat kunnen reinigen en desinfecteren. Dus daar zijn we over in gesprek om daar uh, ook een studie voor op te zetten. Um, dit was gepubliceerd uh, door anderen, waarbij eigenlijk de conclusie was: een beddenwaststraat, dat is misschien wel de oplossing. Toen dacht ik, uh, toen ik dat las, dat is wel zo. En het staat in onze richtlijn, maar ik kan nergens bewijs vinden. Um, dus um, ze moeten we dat niet genereren. Um, eerst maar eens even gekeken wat de kans op overdracht is. Nou, die is heel groot. Dus van een besmet bed naar je handen toe gaat 30% op je overdracht. En dat hebben we hier geëvalueerd. Dit is ook een hele mooie toepassing waarbij we de nieuwe beddenwasstraat, die hebben we aangeschaft door het onderzoek wat we hier hebben verricht. En waarbij we hebben kunnen aantonen dat het mechanisch reinigen van al onze bedden superieur is ten opzichte van het gewoon handmatig reinigen. En dat is ook best logisch als je erover nadenkt, want we hebben zelf ook meegedaan in die reinigingsinspectie en het is echt loodzwaar werk. En als je dat de hele dag moet doen, bedden reinigen, dan kan ik je verzekeren dat op het eind van de dag um, het bed niet meer zo schoon wordt als in het begin van de dag. Uh, trainen is echt mogelijk. Uh, we hebben gekeken wat is het effect van training. Uh, dit is de variatie die je ziet op diezelfde bedden, uh, van verontreinigde bedden en die wordt gewoon echt minder naarmate je traint. Um, hebben we hebben natuurlijk ook gelijk in Zuid-Afrika gekeken. Um, Zelfde soort studie gedaan. Um, en die bedden daar voor schoonmaken um, zijn echt ook heel vies. We hebben daar ATP uh, gekeken, adenosine, adenosine trifosfaat. En die bedden daar komen op, uh, op uh, uitslagen van 500.000. Uh, wat echt vergelijkbaar is met uh, V6 uh, ja. als je dat zou samplen. Ik heb het niet gedaan, wil ik eigenlijk nog een keertje noemen. Uh, of we dan op dezelfde aantallen komen. Um, en wat was het, het grote risico? Een hoge bed turnover. Een heel gecontamineerd bed vooraf heeft een hoog risico om nog steeds gecontamineerd te zijn. En het onjuist gebruik wederom van reiniging-desfectiemiddelen. Dus dat is weer training. Dan als laatste de scopen. Ik heb maar één slide hier even, maar ik wil het toch even noemen. Heel belangrijk thema, wat denk ik in de zorg in de komende jaren echt. Uh, dit gaat echt een heel groot probleem worden. We hebben in Utrecht een grote uitbraak, in Rotterdam is er een grote uitbraak. Ik, uh, ik denk dat er in meer uh, delen van Nederland nog wel uitbraken aan de gang zijn. Amerika is een groot probleem. Um, en daar moeten we iets mee. Ja, dan ICT. Um, Infrastructuur is ook ICT. Um, um, more ICT of more clicks, wat een vriend tegen me zei, die vond het eigenlijk beter klinken dan uh, more ICT. Dit um, is de uh, app die we hadden in uh, Sierra Leone. Uh, daar ben ik dus heel zuidelijk, uh, zuidelijk uh, Sierra Leone mee doorgegaan om alle uh, ebola-treating centers, maar ook non-ebola-treating centers uh, um, te beoordelen. En dat, mijn dagen zagen er af en toe zo uit. Dus dan ging je van de ene naar de andere kliniek uh, door, uh, door heel Sierra Leone heen. Um, we zijn in die Ebola-treating centers natuurlijk geweest. Dus uh, het beoordelen van die treating centers um, in ook in de red zone waar de uh, Ebola-patiënten liggen, om dan te kijken hoe alles uh, werkt. Um, ja, zo zaten die mensen daar in de, ten tijde van de uitbraak. Dus er was voor iedere kliniek, zat iemand daar de hele dag, uh, zat hij daar te wachten totdat iemand kwam voor de triage. We zijn in, in het Hadbad ook echt bezig met de triage. Gaat kan hier ook uh, kan nog wel wat verbeteren. Um, en daar zat er dus ook iedereen, zat gewoon de hele dag te wachten tot er iemand kwam en dan werd je temperatuur opgenomen. Dit was hun isolatiekamer. Ik bedoel, wij, zijn, uh, wij hebben ook onze isolatiekamers geüpdate. Um, maar de isolatiekamers in uh, Sierra Leone zagen er zo uit: varieerden nogal. Um, met name deze vond ik onprettig toen ik daar liep. Uh, als je dan bedenkt dat net daarvoor een, uh, een, een, patiënt, een verdachte patiënt daar ook heeft gezeten. Uh, mijn hoofd zat weer midden tussen die kriebelende dingen. Uh, en dan vraag je je toch af hoe goed dat werkt voor infectiepreventie. Uh, afvalmanagement. Uh, dit is een pit waar dan alles in wordt gegooid. Uh, en als je dan kijkt, dan zit er daar uh, nog een, uh, iemand anders bij. die vervolgens daar ook weer besmet wordt als daar besmet materiaal in gaat. En die gaat gewoon weer uit die pit. Dus dit is niet zoals je het zou moeten doen. Um, en dit is dan, zie je allemaal uh, hele uh, mooie uh, en lieve kinderen rond de klinieken lopen, um, op blote voeten. En dan kijk je eens even goed waar alles neer is gelegd. Um, en dan blijkt dat daar ook weer heel veel naalden liggen die uh, niet uh, fatsoenlijk zijn opgeruimd. En dit is allemaal nog in de context van de, de Ebola-kliniek, die ik jullie nu vertel. Um, ja, JCI, uh, uh, daar zijn we hard mee bezig in het Radboud. Um, echt praktijk versus theorie. Um, en de, hier was het ook een schoolvoorbeeld. Dus ik liep, we hadden net, ik had een 100% score op die assessment. Ik, was, ik had nog nooit zo'n goede kliniek gezien. Um, kom ik in de isolatie area, ligt daar iemand te braken over de vloer um, en met, uh, met koorts en iedereen loopt in en uit zonder maatregelen. Uh, dus, ik, goh, dus ik bleef een beetje op afstand natuurlijk. Um, wat is hier aan de hand? Ja, dit, deze, uh, deze patiënt die, die heeft gewoon een gastroenteritis. Maar uh, ik denk de meeste van jullie weten dat uh, ebola die presenteert ook presenteert met gastroenteritis. En koorts krijg je niet onderscheiden. Dus de uh, volgende vraag was, weet je al dat het een, een niet-ebola patiënt is? Nee, maar het is geen ebola, want het is een gastroenteritis. Dus ik had net daarvoor dat ik een 100% score op, uh, op de assessment van de WHO. Um, en vervolgens uh, liepen liep we hier te gaan. Nou, in het Radboud zijn we er ook mee aan de slag. Um, het concernstaf heeft iets heel moois ook gemaakt. We hebben nu een app beschikbaar waarbij we onze handhygiëne digitaal nou kunnen gaan scoren, waarbij het in één database komt en we daar ook weer de analyse op kunnen doen. Dus heel erg daar ben ik heel blij mee. En dat gaan we ook doen voor isolatiemaatregelen en dat gaan we ook doen voor reiniging en desinfectie. Dat er gewoon observaties gemaakt kunnen worden en die dan allemaal ook transparant voor een ieder weer te zien zijn. Kunnen we dan alles fatsoenlijk analyseren met onze ICT? Het antwoord is op dit moment nee. Um, EPIC kan heel veel. Op zich heel, uh, ik denk dat we heel veel vooruit zijn gegaan. Um, de, met name um, kunnen zien hoe goed een, uh, en of een pa patiënt gecoloniseerd uh, of geïnfecteerd is met een MRSA of iets dergelijks. Dat is verbeterd. Maar de analyses in EPIC. Daar hebben we echt nog een nieuwe module voor nodig. Die is uh, onder ontwikkeling in Amerika. Maar die zal nog weer uh, moeten worden aangeschaft. Dus daar zijn we nu ook mee bezig uh, om, uh, om daar voor de toekomst weer mee bezig te gaan. Dus in conclusie, uh, ik denk dat uh, uh, inderdaad uh, wij minder uh, stenen nodig hebben. Ik denk dat kleinere ziekenhuizen voor infectiepreventie uh, uitermate gunstig uh, zijn, maar wel dat we heel hard gaan nadenken over hoe onze infrastructuur en ziekenhuisdesign is van, onze, van ons ziekenhuis. Um, ik denk zeker dat we heel veel moeten investeren nog in uh, ICT, op veel vlakken, uh, voor infectiepreventie. Um, en gedrag blijft, uh, um, denk ik, tot het einde der dagen ons achtervolgen. Uh, dat we daar op moeten, echt hard op moeten inzetten. Um, en zeker in een centra als waarin wij werken, uh, zullen we met continu de nieuwe medewerkers zullen we daar heel veel aandacht aan moeten besteden. Um, dan wil ik hier de ene laatste slide uh, wou ik het uh, um, uh, eigenlijk bij laten. Uh, Life is really simple, but we insist on making it complicated by Confucius. Dat was ook in Sierra Leone. Dat was van de afdeling logistiek. Die werden helemaal gek van uh, allerlei uh, dagelijkse perikelen. Um, daar wil ik het bij laten. En jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht. APPLAUS nou, Joost, ik wil jou hartelijk bedanken, Joost, voor jouw fantastische verhaal. En natuurlijk feliciteren met die mooie penning die jij gewonnen hebt. Ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. Uh, er is nu nog tijd voor een uh, hapje en een drankje uh, achter in de, in de zaal. Ik wil u ook allemaal meteen uitnodigen voor de 43e Grand Round. Dat is weer zoals altijd op de derde maandag van de maand. En de volgende keer zal de spreker zijn de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis in Bernhoven in Uden, Peter Bennemeer. En die zal een verhaal vertellen hoe zij omgaan met maatschappelijk verantwoord innoveren. Ik nodig u allemaal hartelijk uit. Volgende, dus de derde maandag van de maand, om vijf uur, plaats. Joost, voor nu. Dank.